goede morgen zonneschijn. Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn. Ja, je maakt me zo gelukkig, ja, door jou voel ik me fijn. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn. Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn. Weg jij met het water. Ik zei het toch. Weg. Weg, ik ben toch gewakker. Yes, een hele goede morgen, beste mensen. Anders is het of dat jullie kijken weer bij deze nieuwe video. Jullie hebben net een klein kort video gezien hoe ik Twan probeer wakker te maken met het water. Helaas was het beeld niet scherp genoeg. Maar ik heb er wel wat van kunnen maken. Vandaag is de laatste volle dag dat we hier zijn op Kos. We gaan vandaag uiteraard zo nog even uiteraard ontbijten. Dan gaan wij op de fiets gaan wij naar de berg toe. Daar zat zo'n ruïnes toe. Waar ik met mijn oom en mijn broertje vorig jaar ook waren. Precies op dezelfde plek. Voor de rest zien we het eigenlijk nog wel wat we vandaag doen. Sowieso bij het water, want we zijn, en daar zijn we heel erg eerlijk in. We zijn in de afgelopen 7 dagen nog niet eens bij het water hier bij ons op het hotel geweest. Dus vanaf de middag zijn we gewoon bijna de hele dag gewoon hier. Want ja, daar hebben we ook gewoon voor betaald. En morgen, dat is voor mij morgen, gaan we dat ook nog doen. Dus dat komt helemaal goed. Maar in ieder geval ga ik me nu gewoon klaarmaken. En dan knip ik even in mijn vinger en dan ben ik helemaal klaar. Yes, ik ben helemaal aangekleed en we gaan dus nu lekker ontbijten. Helaas heb ik geen foto gemaakt van het eten, maar het is eigenlijk gewoon hetzelfde als normaal. Gewoon ei met stukjes worst erbij, appelsap. Eigenlijk gewoon wat ik de hele week tot nu toe heb gehad. En dit zien jullie straks nog een keer, dus daar excuses alvast voor. Maar ja, dat dus. Yes, beste mensen, ik ben weer terug. Ik ben weer levend. Ja, ik ben weer als ik levend. Vandaag hebben wij, het lijkt zo als jullie kijken naar de tijd van de vlog, dat we niet zo heel veel hebben gedaan. Nou, dat klopt deels wel, deels niet. We hebben ook nog gewoon gezwommen hier bij het zwembad. Klinkt echt logisch. En daar heb ik alweer niet van gefilmd. Omdat ik eigenlijk de laatste tijd wel merk, als ik elke keer, oh hier verkoop, als ik elke keer met deze camera film, dat de kwaliteit, je filmt ook met 4K, dus met YouTube kwaliteit is het dus 1080p 60 per seconde. Duurt het ook veel langer voordat ik hem eenmaal heb bewerkt, dus dat is ook weer een nadeel. En voor de rest hebben we vandaag, zouden we naar de ruïnes gaan, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar we hebben alsnog een hele leuke dag van gemaakt. Ik weet niet of Twan op beeld wilt. Hoeft niet dan. Niets? Nee? Nee. Nee. Dan doen we het ook niet. Nou, voor de rest hebben we gewoon een leuk drankje aan de bar gedaan. Daar zie je nu een foto van en een video. Hartstikke leuk, ze hebben er een leuke creatie van gemaakt en dat voor dat bedrag, nou ja, helemaal top. Dus dat was, want ik dacht eerst aan een mojito, maar toen dacht ik van weet je, omdat het zeg maar de laatste avond is, doen we gewoon een Gaia special.
Ja, en dat was zeg maar wel anders voor mij, omdat ik zeg maar nog begin 18 ben. Dus dan is het zeg maar zo dat ik nog niet echt bepaald soort alcohol zeg maar nog gewend ben. Maar voor de rest was het wel gewoon hartstikke goed en lekker. Maar ik ga dan ook hierbij direct even de vlog afsluiten. Want voor de rest heb ik niets meer te vertellen. Dus ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je deze video tof. Vergeet niet een dikke duim op te zetten. Vergeet niet mijn kanaal te abonneren. Uiteraard hier beneden. En hopelijk zie ik jullie morgen 4:30 Nederlandse tijd. Tot mijn. Ik zeg al wat. La. La. Tush.